een beetje bijgekomen? Ja, maar ik voel me echt heel slecht. Ik klink als het allerslechtste krantenmeisje op aarde, want de kranten zijn te laat vandaag. Ze komen echt pas om 6:15 of zo. Oh, nou, je klinkt heel lekker. Dank je. Maar, nou ja, even... Kleine troost. Even geen nieuws, begrijp ik. Maar hoe laat ben je thuis gekomen gisteren? Gisteren was ik rond 4:00 thuis of zo. Ik bedoel, wacht even, deze is voor mijn leraren. Het was om 9:00 s'avonds, waardoor ik mijn proefwerk niet heb kunnen leren. Oké, dat is duidelijk. En Suus, hoe ging je examen dan? Ja, op zich wel goed. Oh. Yay. Oh, dat klinkt positief. Ja. En ben je nu klaar? Nee, ik heb vandaag genoeg Engels. Oh, vandaag. En dan ben ik al klaar. Ik heb al 3 keer gevraagd. Ja, sorry. Sorry. Suus, jij doet het vandaag wederom alleen. Ja. Wat staat er vandaag in de telefoon? Ja, we kennen natuurlijk allemaal dat verhaal nog van Jozef Fritzl en zo. Die zijn dochter 24 jaar lang heeft opgesloten in een kelder en zo. En met die dochter van hem lijkt het best wel weer goed te gaan. Ze heeft weer een beetje opgepakt en ze heeft nu zelfs een relatie, namelijk met haar lijfwacht. Met haar lijfwacht? Ja! Ja, dat zit er toch nog een beetje in, hè? Dat ze dan toch dat een beetje dat bazige, dat uniformachtige. Die staat natuurlijk ook gewoon echt aan de slaapkamer voor de deur. Heeft ze al een boek geschreven, of niet? Nee, nog niet. Het zal ongetwijfeld komen. Nou ja, ik gun haar wel dat ze heel veel geld verdient. Ja, ja. Ik ook. Dat wel, ja. Die werkt ook niet. Maar ja, fijn dat ze gelukkig is in de liefde. Ja. Ja. Wat nog meer? Ook nog de militairen in Uruzgan, want die kunnen niet gaan stemmen in de stembus, zeg maar, want er komt daar geen stembus. Nou, en als ze willen stemmen, dan moeten ze per volmacht of ze moeten een brief sturen. Dan kan het dan wel. Nou, ik denk dat ze daar echt ontzettend van balen. Ik denk dat ze echt denken, godsamme, echt balen. Het was wel zeggen dat er kwam en zo, dat nu op het laatste moment niet. Dus nee. Wel, ja. Nee, sorry, Suus, dat was cynisch bedoeld, want ik denk... Ja, maar dat is echt zo, dat staat hier toch? Ja, nee, ik begrijp wel dat het echt zo is, maar ik bedoel, je denkt toch niet dat die gast het ook maar iets wat uitmaakt, of wel? Die gasten zitten er ik gewoon... Ik denk het wel, anders maken ze toch niet zo'n probleem van. Ja, er zijn een paar, ja, weet ik ook niet. Maar misschien, we hebben contact, we worden eruit gezonden. Hallo jongens, goedemorgen. Echt? Nou, vraag het eens. Ja, bij deze, vinden jullie het nou echt zo erg, of zeggen jullie van nou, stuur vooral even de nieuwe Playboy op? Ja. Ja, ik ben benieuwd. En wat nog meer qua laatste harde nieuwtje? Ja, dat ook nog heel groot op de voorpagina. Milieutax kost burger wel geld, want ja, dat blijkt dus. Dat het meer geld kost. Ja, nou daar heet het ook een milieutax voor, zou ik zeggen, maar goed. Ja. Iets leuks, is dat er ook? Ja, een leuke verjaardag. Gisteren was er een verjaardag in Arsjes. Want daar was de nijlpaard, de alleroudste nijlpaard van Nederland. Die was 49 jaar geworden en ze heet Tanja. En daarom mochten alle Tanja's gisteren gratis naar binnen. Nou, oh ja, precies ja. Ja. Leuk hè? Ja. En ze had ook nog een lekkere groentetaart gekregen en zo. Dus ja, die had wel een leuke dag. Nou. Hallo, ik ben Tanja en als ik 's morgens naar Giel luister, dan denk ik, yes! Knap, hè? Een nijlpaard dat kan praten. Echt. Uniek. Hey, dan is er nog, dat las ik. En ik dacht, dat moet ik even met jullie bespreken. Want jullie zijn de dames die ik spreek dan. Hebben jullie wel gebruik gemaakt van een tom-tom? Nou ja. Oh ja, daar heb ik ook iets over gezien. Oh, staat het in de krant. Er komt een tom-tom voor vrouwen. Ja. Maar hij stond precies hetzelfde of zag ik het verkeerd? Ja, nou ja, ik hoorde het alleen. Ik denk, tom-tom voor vrouwen. Ja, weet je, het vraagt gewoon om slechte grappen. Ja. Een tom-tom voor vrouwen die, wat zou die allemaal moeten kunnen? Ik zou zeggen, leef je uit, sms'en door naar 3333. Ja, wat het echt is geloof ik, dat klinkt bijna te grap, maar dat hij gewoon allerlei, dat je gewoon lekker kan shoppen en zo. En echt allemaal clichés. Oké. Nou ja, suggesties. Voor de stom voor vrouwen, laat het weten. SMS naar 3333. Ik wens je veel succes, Fleur, als er iets nog van een krant komt. En ja, met de proefwerken dan ook. Dank je. wel, Suus, good morning. Dat was dan goedemorgen, maar dat zat op snel. Ja, drink nu pas door. Oh, oké. Okay. Well, good luck en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier, Giel, dan is...
Goedemorgen. I wake up every evening with a big smile on my face and I never feel.